En we hebben het nog steeds over de centrale as. Voor de muziek hadden we het vooral over procedurele dingen en waar je tegenaan loopt om zoiets te realiseren. Nu even naar de realiteit. Zijn uw collega Ben Boersma, heb ik eerder mee gesproken, die zei van, nou, er zijn ook nog wel wat haken en ogen wat betreft de grond die wij aan moeten kopen. Dat was een half jaar geleden. Hoe zit het er nu mee? Ja, dat we inderdaad zo'n beetje Jelien en de voorrek steeds een heel belangrijk punt. Het is heel simpel, hè? Je maakt de groen ha voordat je daar een work-up uitvoerder kent. Dus, en mensen die grond in bezit hebben willen natuurlijk het onderste uit de kan halen. Ja, dat zou je wel veronderstellen kennen dat ze is. Als je groen eigenaar bent, dan word je in ieder geval wel de waarde van de groen ha die het werk is op zijn minst. En misschien in sommige holen wel een beetje meer, dat zou best kennen. Maar het is zo dat de organisatie dit in het traject meenam had van ja, er rent een risico dat je de groen net steeds maar samen keepje kennen. Nou, we hebben daar in kwartwijs zijn twee mogelijkheden, natuurlijk gewoon minderlijke verwerving en gerechtelijke verwerving van de groen. Gerechtelijk proces, dan moet er een rechter tussen komen om te zeggen van dit is het en daar moet het voor verkocht worden. Of onkocht worden, hoe het maar even zeggen willen. Nou, dat heb ik niet in. We zijn per Jelien begonnen met een zogenaamde onteigeningsprocedure. En die onteigeningsprocedure die had met zijn mij bedacht dat er dan percelen, de groenpercelen, zeg maar, die onder het tracé lezen, onmerkt binnen van dat die ter onteigening, zeg maar, onmerkt binnen. En dat weten de eigenaren nek. Dus ze weten dus dat ze er minderlijk natuurlijk komen dat op een gegeven moment een keer een rechter het wordt hasil. Nou, dat proces had zich met name het aanronnen dikke jaar hier, wat we van Hartenij, toen mijn collega hier weer en nou zich afspelen had, is dat voor een heel groot gedeelte is dat ondertussen nog gebeurd. En maar voor een liet gedeelte maakt dat nog. En dat staat voor de komende weken per maand nog op de rol. Maar en dan bent u optimistisch. Ja, ik verwacht dat het dit hier in zijn geheel rond is. Maar ik wil wel even daarbij opmerken dat de uitvoering van de werken, zaten we dat nou op de planning staan, net in de bijstiert. Dus we gaan met de uitvoering van de werking nou rap op terug. Nou, dat was net de vraag die Sita had. Ja. Hoe zit het met de planning? Wanneer moet nou eindelijk de eerste auto over die centrale as gaan? Ja, dat is een hele begrijpelijke vraag. Want mensen die kennen nog net het genoeg in. Als je een uitvoering sjoggen, dan denk je, ja, wanneer steen de strepen erop en wanneer in de hekken er en wanneer kunnen we met de auto erdoor? Nou, dat doort nog wel eventjes. Maar de planning is dat medio 2016, en ik ken het eigenlijk net nauwkeuriger rooi aan, daar is een maand tussen zitten, maar we koersen zo'n beetje op juli, augustus 2016. En dat in ieder geval de Noord-Zuid-verbinding, dus steeds maar van Dokkum tot Hoornierge en waarom natuurlijk, dat er de auto's er dan oorheen rijden kennen. Dan wordt er dus in gebruik nam. Ja. Maar dat wil nog net zeggen dat op dat moment de wei echt helemaal clear is in de Noord-Zuid-verbinding. Want er kan nou best wijzen dat er eens wat bijenplanten worden matten, of dat er nog wat bordjes langs de dik matten, of dat er misschien nog eens een streep even opzetten worden mat, bij wijze van spreken. Nou, en de roemwij van Hurde Griep, die zal wat lettervolkje, dat zal eind 2016 wijzen, die komt er dan wat letter achter. Waarom is dat nou weer wat later? Nou, dat had te meidje mij de uitvoering van een aantal zaken, en het belangrijkste daarin is de spoorwij onder de spoorwei onder Trogong, zeg maar, die bij Hurde Griep ten noordoosten van Hurde Griep maken worden mat. Dat leidt vrij strak in een schema met de beheerder van de spoorbaan, ProRail. En dat is al je plant voor het orier. En dan haast je afle bouwtiet. En dan komt krek net uit medio 16. Maar dan komt dat letter uit als medio 16. Dus dat had zozeer net mij van waarom is het dan toevallig de roemwee van Hurde Griep dat hij wat letter komt. Maar dat had te mij een samenspel van dingen te meidje. Waardoor dat een paar maand letter wordt. Maar we koersen hierop. En afsluitend hier over de planning. Planningen minder om echt weer bij te stellen. Dus dat betekent dat we nu uitgonnen van deze koers. En daar wil ik alles op alles voor zetten om dat zover te krijgen. Maar dat het saai is dat de planning net niet helemaal helder wordt. Wij informeren een ieder via onze site regelmatig over hoe het met de planning is. Hoe vier het bestellen dus. Want we zijn nu hard bezig. Ja. We hebben haast geen winter gehad afgelopen winter. Klopt, ja. Het weer is nu eigenlijk ook prima. Ja. Dus wat dat betreft gaat het allemaal goed, denk ik. Nou, dat is heel voorspoedig. Dat klopt heel en al. Had je bijvoorbeeld alle voorbereidende werkzaamheden alles even besjoggen. Meestal had het misschien net altijd in de gaten. Maar dan moet ik van alles in de groen maar het verlijn worden. Lees een wereld om kabels en leidingen hier in dit gebied. Ja. En dat kan in de wintertijd, als het vriest of zeg maar om het vriespunt heen zit, dan kan er niks om dingen worden. Maar dan is het een kabel verlezen.
Dat hebben we de oude winter, om even dat als voorbeeld te nemen, hebben we de oude winter een heel groot voordeel van gehad. Want we konden de hele winter trofwerken. Dus daar lezen we ook mee voor op het schema. Ja. Maar er maakt ook nog zo'n volle ordening die worden om de contracten op tijd te merken, op te krijgen en te handelen en te regelen. Dus we zijn net ontevreden over de planning. En als het al hier zo'n zachte winter wordt als de komende winter, nou, dan zou ik mijn vertrouwen in de meerder dat het Jalbert wat 2016 wel heel lang omstreek werden. Maar. Want u zei net, al die kabels moeten verlegd worden. Ja. Is dat wat er bijvoorbeeld gebeurd is op de Zomerweg? Ja. Tussen Burgum en Hurdegriep? Ja, dat is maar één van de 80 knelpunten, zouden wij dat nemen, van de hele centrale as. Maar de Semmerdijk is een mooi voorbeeld hier in de regio. Hou je vlakbij Burgum, steeds maar. Dat de Semmerdijk er even een tijdje uit moest om de grote leidingen en ook de protte kabels die te lezen op het goede plak deel te lezen. Zodanig dat de ondernemer aasen die tunnel van de Semmerdijk bouwen kan. Zonder dat hij last kreeg van de kabels leidingen. Want wat gaat daar nou precies gebeuren? Komt er een tunnel onder de centrale as door? Ja. Of gaat de Zomerweg over de... Nee, de Semmerdijk gaat net door de centrale as heen. De Semmerdijk gaat onder de centrale as terug. Maar blijft wel gewoon open? Maar blijft wel gewoon open. Dus in de periode van bouw zal er dus wel wat hinder wijzen. Dat de snelheid eruit gaat en zo wat. Maar het verkeer wordt zo volle mogelijk trokken tijdens de bouw. Het kan wijzen dat er even wat kwarte stremmingjes komen. Op het moment dat een ondernemer de nieuwe dijk en de oude dijk op een andere ondersluiten mat. Dat zijn dan vaak kwarte onderbrekingen. Maar daarvoor wordt op tijd communiceren. Naar de wijkenbroekers en om jou heen. Ja, u had ze net al even over die rondweg Garderijp. Daar ben ik persoonlijk heel erg in geïnteresseerd. Ja. Want ik woon in Hurdegriep. Ja. De laatste plannen zijn dat men graag tunnels daar wil hebben om het aan te laten sluiten op die nieuwe rondweg. Ja. Hoe ver is het daarmee? Wie besluit dat? Ja, wie besluit dat? Nou, het laat ik vooropstellen, dat is een oorproject als de Centrale As. Mm-hmm. Het is het zogeheten ESGL-project, extra sneltrein Groningen-Leeuwarden. Dat is een project wat mij tussen de provincie en ProRail uitvoerd wordt, of in ieder geval nog voorbereid wordt. En dan dat alweer goed gaat, dan straks ook in uitvoering. Dat leidt op dit moment in de fase van voorbereiding van politieke besluitvorming. Komende woensdag, 23 september, is, ik geloof dat 23 september is waar. In ieder geval de komende waarschijnlijk dan is er bij de statenvergadering aandacht voor dit hoofdstuk. Statenvergadering van de provincie Friesland zelfs. En afhankelijk van hoe die politieke besluitvorming komt, we trekken keuze maken, steeds maar in de oplossing. Maar zat Joost Sezen, inderdaad, daar komt iets van een aansluiting op de centrale as. Als het nou ongelijkvloers of gelijkvloers wordt met de centrale as, dat maar al hier aan zijn blikken, bij dat ze voor kiezen gaan. Maar wat wel zeker is dat de spoorbaan ongelijkvloers kruist worden zal, vanuit Hurdegriep bij op de centrale as. Dus de aansluiting van Hurdegriep op de centrale as gebeurt mij een tunnel, steeds maar even in de volksmond. En dat betekent dat daarmee de beide spoorwij oergongen die we nog hebben, de Gelijkvloerse, dus dat is dan de Rijksstreetwij en Slachterdijk, die gaan eruit. En daar komt één ongelijkvloerse met een tunnel dus, komt er voor weer om. Maar hoe het dan uiteindelijk op de centrale as aansluitend worden zal, met stapjachten of met een ongelijkvloerse aansluiting, dus iets met een viaduct of zo wat, dat maakt naar blikken. Laten we hopen dat die stoplichten er niet komen, want dan schieten we er eigenlijk niet zoveel meer op. We zelfs in. Oké. Okay. Ja. Zijn er nog dingen die u nu op dit moment kwijt wil? Nou, misschien dat het wel even aardig is dat we even de actualiteiten pakken. En ook voor de luisteraars aandacht jouwen voor het feit dat wij onder de zuidkant van het kanaal, het Prinses Margriet kanaal, een infocentrum hebben. Op de site van de centrale Asteert moet je daar komen kennen, maar ik volg de bordjes, zou ik zeggen. Ja. Het gaat richting Gariep en dan de Steenswei op en dan is daar een informatiecentrum. Dat is op gezette momenten in de week is dat open en op afspraak kan er ook komen. Maar dan mag er even bellen worden, dan wordt er op die manier invulling aan doen. Zit al wel op de website, decentraleas.nl. En wat ik wel even aardig is dat in de eerste vakantie, dat is 15 oktober, dan wordt het goed van de morgen 10 uur, maar ik dat zit wel op de site nogmaals. 15 oktober 10 uur wordt de spoorweg onderdoorgang, dat is steeds maar een tunnel onder het spoor erop bij Vinwarden, die wordt dan in de spoorbaanscode. Dus letterlijk erin scoot. Dus dat is een behoorlijk spektakel, ja, zeg ik dan maar. En iedereen is daar welkom om daar te zien hoe gaat dat. En de nijere informatie daarover volgt nog. Hoe het meesten daar komen kennen, hoe het ze opvangen worden en hoe het ze het goed onderschouwen kennen. Goed. Dat zijn eigenlijk wel de hechte punten voor de komende tijd. Meneer de Boer, dank voor uw komst. Graag in. We hopen u in de toekomst nog eens een keertje mogen uitnodigen. Graag, geen probleem. Goed, bedankt. Ja, graag in.